Het Voedings- en Leefstijladviesbureau Good Food NV heeft vandaag een open dag georganiseerd. Dit in verband met de herdenking van Werelddiabetesdag 2016 op maandag 14 november. Jennifer Plein, diëtist en directeur van Good Food, gaf bij de aanvang van deze open dag aan dat het doel is mensen bewust te maken hoe belangrijk de rol van voeding en beweging is bij diabetes. Het publiek was in de gelegenheid hun bloeddruk, bloedsuiker en lichaamssamenstelling te meten. Verder zijn er adviezen gegeven over de voeding en de juiste leefstijl. Het thema van Werelddiabetesdag is dit jaar Eyes on Diabetes. Diabetes is een stofwisselingsziekte met te veel glucose in het bloed. Als je diabetes hebt, blijft de bloedsuikerspiegel niet op peil. Bij onvoldoende of verkeerde behandeling kan deze aandoening leiden tot ernstige complicaties. Diabetes wordt ook wel suikerziekte genoemd. Een vorig jaar gepubliceerd onderzoek gaf aan dat er bijkans 75.000 diabetes in ons land voorkomen, van wie meer dan de helft niet weet dat ze deze ziekte hebben.